Carol is voorzitter van het platform Gehandicapten in Zuidoost. En ik ga haar nu aan het woord laten. Ik ben blij dat ik deze kans krijg om hier iets te vertellen over het werk wat ik doe, maar niet ik alleen, maar veel mensen met een beperking met mij. Ik was zo net in de andere zaal en ik heb geluisterd, maar ik heb ook een woord genoemd. En dat herinnerde mij eraan hoe belangrijk het is dat hier zo vaak mogelijk over gesproken wordt. Dat woord dat ik noemde, dat kende volgens mij niemand. En er was ook iemand in de zaal die naar de betekenis vroeg. Dus ik ga de betekenis nu met jullie allemaal delen door het nu voor te lezen. Het woord is validisme. Validisme is een term gebruikt voor de discriminatie en marginalisering van mensen met een functiebeperking op grond van hun lichamelijke en of verstandelijke gesteldheid. Soms wordt van de Engelse termen gebruikt onder andere ableism, Anja Meulenbelt heeft het net ook genoemd, en handicapism. Ik herhaal het nog een keer, validisme, dat jullie het nooit vergeten. Ik ben dus voorzitter van het platform Gehandicapten Zuidoost. Wij strijden voor goede toegankelijkheid, goede zorg en goede bejegening. Dat doe ik niet alleen. Dat doen vele organisaties met mij. En in Amsterdam, zijn in bijna alle stadsdelen, behalve nu West, zijn er belangenorganisaties die hetzelfde werk doen als ik. Maar ook landelijk. Je hebt de organisatie Iedereen. Je hebt op Facebook heb je Onbeperkt. Als je er ook meer over wilt weten, dan is Wheelchair Mafia makkelijk te onthouden. Rollers, Nederland toegankelijker. Eén persoon die ik heel actief volg en wat ook een beetje mijn voorbeeld is Jan Troost. En wat we doen is, we praten met de politiek. We praten op centrale stadniveau, op stadsdeelniveau, op lokaal niveau. We praten met ondernemers, we praten met bewoners. We doen van alles eigenlijk om te voorkomen dat wij, en het woord is discriminatie, dat wij niet gediscrimineerd worden. Veel mensen denken nog steeds dat het geen discriminatie is. Maar eigenlijk vindt het nu al onder jullie neus plaats. Want jullie zien het. Ik word hier apart weggezet, terwijl de anderen wel netjes op het podium mogen zitten. Daar kan de organisatie natuurlijk niets aan doen. Dit heeft de organisatie zo ook niet bedoeld. Het gaat er alleen maar over dat je van tevoren nadenkt hoe je ook rekening kan houden met iedereen. Dus ook met mensen met een beperking. Dus ook degene die het podium ooit gekozen heeft, had daar ook rekening mee kunnen houden. Goed, het gaat niet alleen maar over mij. Het kan iedereen overkomen. Lesbische mensen, homo's, hetero's, transgenders, kinderen, jongeren, ouderen, kleine mensen, grote mensen, dunne mensen, dikke mensen, witte mensen, zwarte mensen, je broertje, je zusje, je nichtje, je neef, je vader, je moeder, je tante, je oom, je opa of je oma. Alle soorten maten mensen. Jaarlijks worden er ongeveer 2,5 miljoen mensen met een beperking. Ik zeg ook wel eens gehandicapten, sommige mensen zeggen minder valide. Eigenlijk zijn we er niet over uit, allemaal en masse, hoe we elkaar gaan noemen. En er is een organisatie van gehandicapte jongeren, Wij Staan Op. Die hebben een manifest geschreven en in dat manifest hebben ze opgenomen dat ze niet over de naam gaan vallen, maar dat ze zich gaan inzetten om te voorkomen dat mensen met een beperking gediscrimineerd worden. Dus je kan zeggen mensen met een beperking, gehandicapten, minder valide. Eigenlijk maakt het niet uit, we weten waar we het over hebben. Op 14 juli 2016 is het VN-verdrag in Nederland geratificeerd. Dat wil zeggen dat het tot wet gemaakt is. En het VN-verdrag gaat over gelijke kansen voor personen met een handicap. Nu bevinden we ons eigenlijk in de tijd hoe dat uitgevoerd gaat worden, of hoe dat geïmplementeerd gaat worden. Maar het komt er eigenlijk op neer dat het tijd wordt dat de maatschappij toegankelijk gemaakt gaat worden voor mensen met een beperking, zodat we kunnen meedoen. Meedoen aan alles. Want elke dag komt het wel voor dat iemand met een handicap moet strijden om mee te doen. Mee te doen om bijvoorbeeld aan het werk te komen. Mee te doen om gewoon mee te doen. Simpel het huis uitgaan. Je boodschappen doen.
aan activiteiten deelnemen, moeilijk onderwijs kunnen volgen. Zelfs gewoon even de trein nemen gaat niet zo makkelijk. Je moet het van tevoren regelen, omdat de treinen nog niet allemaal goed toegankelijk zijn. Als het gaat om gebouwen, dat gebouwen niet bereikbaar zijn, of dat je moeilijk binnenkomt, of dat je helemaal niet binnenkomt omdat er een hoge drempel is, of omdat het gebouw alleen maar bereikbaar is met trappen, of dat het gebouw niet bereikbaar is gemaakt met blinde geleidelijnen. Dus er is van alles wat wij zeg maar obstakels noemen waardoor je in je participatie wordt belemmerd. Het is per 1 januari 2017 is het ook al verplicht voor alle ondernemers om goederen en diensten geleidelijk aan toegankelijk te maken voor mensen met een beperking. Ook als daar niet expliciet om gevraagd wordt. Dat is een uitbreiding van de wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte. En tot slot zou ik met een eigen voorbeeld een kleine ervaring vanuit mijn eigen tijd met u willen delen. Een paar jaar geleden toen de bestuurlijke stelsel in Amsterdam veranderd zou worden, er zouden verkiezingen komen, toen heeft André van Nes iedereen uitgenodigd om naar een bijeenkomst te komen. Om te horen hoe dat er dan toe zal gaan. Ik ben toen naar de bijeenkomst gegaan, maar ik kon niet in de zaal. Want de lift om daar te komen was veel te klein. En het vervelende is dat de beheerder van de ruimte gezegd heeft aan organisatoren, ja, het is hier wel toegankelijk, maar het was dus helemaal niet toegankelijk, maar ik kon daar niet komen, de lift was te klein. Wat heb ik gedaan? Ik ben toen de lift ingegaan en ik heb de lift bezet. Met het gevolg dat... Met het gevolg dat dus niemand meer ook naar de bijeenkomst kan komen. Nou, heel veel heisa. Ik ben uitgescholden van hoer tot, weet ik veel, ik weet niet wat hoeren ermee te maken heeft hoor. Maar goed. Dus wat ik er ook mee wil zeggen is, je moet ook wel sterk in je schoenen staan. Want het vergt soms ook een soort van activistische houding. Het is ongelooflijk waar mensen overvallen en waar ze je dan voor... Ja, we hebben het net ook gehoord van Anne Fleur. En Sylvana weet er alles van. Ik maak het natuurlijk niet zo erg mee. Maar ik wil er alleen maar aangeven, als mensen iets niet zien, waar ze je allemaal voor kunnen uitmaken. Ik ben er nog steeds flabbergasted over. In ieder geval... niemand kon naar binnen, boze mensen. André van S heeft toen op gestaan dat de bijeenkomst verplaatst zou worden naar de begane grond. Er moest heel veel moeite gedaan worden, want er was eigenlijk geen zaal te vinden. Maar toch op een bepaald moment was er wel een zaal op de begane grond. Dus alles is verplaatst naar de begane grond en ik kon ook meedoen aan de bijeenkomst. En het is jammer dat ik zoiets moet doen, want ik vind dat ook een soort van strijd. Ook voor mij is het niet fijn om op die wijze een strijd te moeten voeren om gewoon mee te kunnen doen als elk ander. Laatst is op metrostation Bullenwijk is er een noodlift geplaatst en die noodlift is ook veel te klein. Nou ja, goed, ik moet daar nog actie in gaan ondernemen. Maar dat is dus ook weer een voorbeeld van... andere mensen mogen wel die metro gebruiken en wij dan niet. Dus ook daar staat weer een actie op te wachten. Maar helaas, het is zo. En ik hoop dat jullie nu begrijpen wat validisme is. En dat daar ook nog heel wat te strijden is. En ook nog heel wat te winnen is. En ik hoop dat jullie nu gesnapt hebben waar ik het over heb gehad. Dankjewel, Carol, voor je persoonlijke verhaal.